Ons, wat voor mij die belangrijkste is, dat ons onze tijd kan bereiken, wat ons voor ons in voor te stellen. De 2022 matriculanten, wat voor mij bijna verblijvend was, is dat ons de gehalte van onze uitslag verbeterde. Ons het ons gehalte verbeterd met 4,2%, die meer bachelors gekregen voor 2022. En de uitdaging was natuurlijk geweldig groot geweest, want ons leerders gehad, graad 10 gehad, het beginnen met COVID en hulle het gemaakt weer naar graad 12. En ons is baie dankbaar voor Hemelse Vader dat voor ons neergedraaid het, en zodat ons hierdie succes van hierdie jaar kon behaal met onze matriculanten. Maar jy het ook geen loop gelee op die kinders wat het nie gemaakt het nie. Laat het belangrijk is dat kinders nie met moed opgee nie. Ja nee, dat is belangrijk. Ons het vir die leerders gesê dat dit is nie die einde van die wereld, dit is maar draai by die, die pad hier kom. Ons het hulle aangemoedig om die aansoek te doen, die aansoek vir ons te voltooi. En ons gaan hulle dan natuurlijk verder help op, om die hulle gaan oorskryf. Dat as daar probleem is of navraag is, onze dieren staan waardig met hulle om terug te komen met een vraag en ons wil die nodige hulp en ondersteuning geven. Ons wil ook wel aanmoedig om deel te maken of deel uit te maken van die district help ook al het interventieprogramma wat we heel veel leerders dat natuurlijk gaan oorspreek. Ja nee, dit is altijd belangrijk dat, omdat ons deel is van die gemeenschap en die veiligheid van ons leerders bij verschillende skole. Ek is verantwoordelijk vir 7 skole in ons area as die safety school coördineerder van die Groot-Brak polisie. Dis altijd een voorreg wanneer die leerders hulle uitslag kry. Ek sê altijd, wat jy insluit is wat jy uitgee en uitkry. Ek is baie trots omdat ek ook as leerder was bij Groot-Brak Sekondêre en ook gematrikuleer het in 1997. En my trots kan sê dat as ons net kan staande bly en ons geloof kan behou, kan ons ook een sukses maak van ons lewe en ons kan ook een sukses maak van ons skoolloopbaan as ons net kan leer en alles net insit wat ons ouers vir ons gegee het. En het gaan nie altyd net oor finansies nie. Dit gaan ook net deur dissipline. En met trots kan ek sê vandag, ek is baie trots op Groot-Brak Sekondêre met hulle goeie slaagsyfer en ek glo en vertrou dat 2023 nog vir hulle beter sal wees.